Goed. Volgende. Map. 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 2, 3, 4, 5. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdagochtend. En vandaag hebben we op de praktijk een beetje bijzondere dag. We hebben een intervisiedag. Dat wil zeggen dat mijn collega Kim vandaag mijn behandelingen gaat bijwonen. En ik ga wat van haar bijwonen en zo hopen we van elkaar te kunnen leren, zodat de logopedische zorg nog beter kan worden. Het is best wel spannend, maar wel leuk om met elkaar dat te doen. Eén! Mag je één kip in de broekzak doen? Ja. Oké. Wie is er nu aan de beurt? Mama. Mama. Oké, één. Komt ie hoor. Misschien gaat hij nu wel. Oeh. Hou vol, hou vast, hou vast, hou vast, hou vast. Nog maar even een kopje koffie. Oeh, mag ze kiezen? Ja. Wat wil ze op de boterham? Ik weet niet. Worst? Ja. Ja, dan worst. Wil jij worst? Ja. Oké. Ik wil kaas. Zo, ik ben in de praktijk en we zijn vandaag met z'n tweeën. Intervisiedag. En ik neem mijn broodje even mee. Ik neem mijn lunch even mee. Want we gaan op bezoek bij misschien een nieuwe locatie. Dus dan weten jullie dat even. Die kant kan niet langs, denk ik. Hè? Ja. Zo'n beetje raar draaien hier. Ja. Ik denk even terug. Ja. Opsteken. Dat red je niet in één keer. Nee. Dat is wel ideaal, zo'n achteruitwijk. Ja. Zo, we zijn even op locatiebezoek geweest bij een mogelijk nieuwe locatie. Volgende. Map. 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 2, 3, 4, 5. Nou, hij vliegt er niet overheen deze. En de volgende. Map. 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 10. Goed zo. Deze dinsdag was een leuke dag. We zijn eigenlijk helemaal vergeten om meer te vloggen. Het was ook een zinvolle dag. Het is leuk om de keuzes van je collega's mee te nemen in je eigen overwegingen. En zo kunnen we weer van elkaar leren. Dus dat is wel heel fijn. Voor nu sluit ik deze vlog af. Vind je het leuk om onze video's te volgen? Abonneer je dan op ons kanaal. Dat is gratis. En vragen of opmerkingen of andere zaken, die kun je hieronder bij de comments kwijt. Dag, tot de volgende keer.